zonnetje schijnt, het is weer warm en dat betekent we kunnen met z'n allen weer naar buiten. Vandaag ga ik jullie een aantal tips geven hoe je deze heerlijke zomerdagen door kan komen. Met onder andere zonnebrand. Tip 1. Het is natuurlijk heel belangrijk dat we ons altijd dagelijks insmeren met zonnebrand als het zonnetje schijnt. Maar waar ik een gruwelijke hekel aan heb, is als je uit het water komt of je bent aan het zweten, dat die zonnebrand in je ogen komt. Dus daar heb ik de perfecte tip voor. Namelijk, lippenbalsem. Op het moment dat je je gezicht gaat insmeren, ik zal het even voordoen. Ja, kun je er altijd insmeren, joh. Altijd insmeren, heel belangrijk. En je gaat zweten, dan wil je natuurlijk niet dat de zonnebrand in je ogen komt. Het is eigenlijk een hele simpele tip. Pak wat labello of pak wat vaseline en smeer het om je ogen heen. Het vettige van de vaseline of labello zorgt ervoor dat als je gaat zweten en de zonnebrand dreigt in je ogen te druppelen, dat het wordt opgenomen en dat het dus niet naar beneden kan vallen. Tip 2. Ik heb een tatoeage en het zou hartstikke zonde zijn dat ik pijn heb geleden en dat het dan gaat vervagen dankzij die rotzon. Nee, dat is niet waar, want ik vind de zon lief. Okay. Tip 2. Zoals je ziet heb ik een tatoeage en ik zou het echt heel erg jammer vinden als die vervaagd wordt door de zon. Dus hoe kan je ervoor zorgen dat dat niet gebeurt? Heel erg simpel. Je kan natuurlijk gewoon zonnebrand opsmeren. Maar als je dan even het water in gaat en je komt eruit, dan is die zonnebrand er vaak alweer vanaf gewassen. Dus wat kan je beter gebruiken? Labello met een SPF. Dat is dus een Sun Protection Factor, oftewel een factor 30 bijvoorbeeld. Ik heb hier gewoon labello en dat kan je dan gewoon opsmeren. En omdat lippenbalsem vetter is dan zonnebrand, zal het niet weggevaagd worden door het water. En zo kan je tatoeage dus mooi houden en zwart. Heren, waarom moet je eigenlijk zo goed insmeren dan? Nou, je wil er natuurlijk niet uitkomen te zien als een uitgedroogd rozijntje. Rozijn. Dus, je hebt de hele dag in de zon gezeten en je kan wat verkoeling gebruiken. Dat brengt ons bij tip 3. We kennen natuurlijk allemaal after sun, dat smeer je op als je een beetje verbrand bent. Maar wij hebben onze after sun een paar uurtjes in de koelkast gezet. Als je dat vervolgens opsmeert, heb je niet alleen bescherming tegen je verbrande huid, maar is het ook nog extra koel en het voelt extra lekker aan als je de hele dag in de zon hebt gezeten. En niks is lekkerder dan na een lange dag in de zon. Wat heerlijke verkoeling op je gezicht. Zeker als het ijskoud is. Van de aftersun. Ik zie je de volgende keer. Dat is handig.